in Karajaram en ik ben op dit moment op vakantie in India. Oké, ik ben op dit moment in Goa. Goa is dus toeristisch en best wel modern. En het is heel anders dan de rest van India. Nou, nu is het zo dat binnenkort workshop er is. En ik raakte me kopen voor mijn broertje. En doordat er heel veel verstrekkingen zijn geweest laatste dagen in Kerala, verzamelde ik India donatie. Door heel India donatie verzameld. Oké, we zijn nu in Panjim aangekomen. En voordat ik naar de markt ga, gaan we nog even wat dingetjes regelen. Maar zoals het eruit ziet, gaat het wel regenen. Maar op dit moment in India is het ook regenseizoen. Dus vandaar dat het ook best wel regent. Maar goed, we gaan eerst onze dingetjes regelen voordat wij doorgaan naar de markt. Bye! Oké, guys, ik zit nu in de auto en we zijn net naar de bank geweest, want we moesten wat bankdingetjes regelen. En ik wil eigenlijk nu naar de markt gaan, maar het is nu al 12:30 en tegen 1 gaan heel veel winkeltjes dicht, omdat het dan rusttijd is. Dus wat we nu gaan doen is we gaan naar de mall en dan gaan we daar naar de supermarkt en alle items halen wat er gedoneerd moet worden. Want we zijn gaan vragen bij een kerk waar we waar ze spullen inzamelen om te doneren in Kerala op dit moment. En ze hebben een aantal dingen aangegeven. Verschillende soorten zeep, maandverband, een bepaalde talkpoeder en dat soort dingen hebben ze aangegeven, een lijstje geven. En dan kan je zelf kijken hoeveel je koopt en in welke kwantiteit en met welk bedrag. Maar ja, het gaat om het idee. Maar goed, ja, dat gaan we dus doen zo meteen. Dus ja, sinds ik nu toch al in de auto zit en aan het praten ben. Voor de mensen die mij nog niet kennen. Ik studeer International Business and Management op de Hogeschool van Amsterdam. En ja, ik vind het super leuk om video's te maken. Ik hou van make-up. En ik geef zelf Bollywood dansles. Als jullie terug gaan kijken op mijn kanaal, dan zullen jullie wel zien dat ik ook in het Engels gevlogd heb. En dat ik ook dansvideo's heb gepost. Plus ook nog henna tutorials. Henna in de zin van body art. Maar goed, ik ben dus wel druk bezig geweest. En ik denk dat jullie dat wel terug kunnen zien op de rest van mijn video. Maar goed, het leek me sowieso gewoon leuk om het weer op te pakken. En nu ik toch op vakantie ben, is het gewoon leuk om af en toe wat dingetjes te vloggen. Ik wacht nu op mijn vader. En daarna gaan we weer verder. Ik heb mijn outfit niet gefilmd. Een zwarte lange mouw t-shirt aan. Toeristische pants. En ik heb echt hele leuke slippertjes. Witte slippers met goud. Een horloge van Michael Kors. Mijn mooie baby bij me. Mijn Michael Kors. Een rode tas. En ik zie dat mijn vader er weer aankomt. En laat mijn auto ook even van de lok afhalen. Want ik lok de auto altijd als mijn vader weg is. En daar is hij. Gamen en gaan bowlen. En het was de eerste keer dat ze gingen bowlen. Dus het was wel heel leuk om
hun dat ook een beetje te laten zien. En oh mijn god, ze hebben een McDonald's. Maar het is natuurlijk India. Dus alles is kip. Ik ga denk ik voor de Maharaja McChicken. Die boven te staan. Die is echt lekker. Love it. Oké, laat me even de prijs vertellen. Kun je het vergelijken met Nederland? Mijn menu kost 300 roepie, 4 euro ongeveer. Zo nu en bij, 4 euro voor een hele menu. Oké, het eten is er. Jij hebt een mocha frappuccino en ik heb Oreo. Rood en spicy. De Maharani burger. Geen kaas. Net als de Big Mac in Nederland heb je hier de Maharaja burger. Oké, we zijn nu in de supermarkt en we hebben alle maandverband kunnen vinden wat we moesten meenemen. Maar jammer genoeg was alle sepa op omdat meerdere mensen wouden doneren en alles out of stock is. En ze weten ook niet wanneer ze het krijgen. Dus we gaan nu wel naar de pharmacy om een bepaalde poeder te halen. Maar goed, dit is nu wat we hebben. De supermarkt hier is al heel apart. Kijk, allemaal ketchup. Omdat ik de talkpoeder niet kon vinden in de supermarkt, moesten we naar een apotheek. En ik heb ook een aantal hier besteld. Bij de Hindoe. Omdat ze niet alles in voorraad hebben. Dus ik heb gekocht wat we konden kopen. De overstromingen in Kerala. 500.000 mensen die moesten geëvacueerd worden. Omdat alles gewoon niet meer bewoonbaar was. En heel veel mensen zijn gewoon hun bestaan kwijt. En alles is onder water. En ze hebben gewoon geen eigendommen meer. En dat is gewoon heel heftig om te zien. En ja, als jij als medemens wat voor iemand kan betekenen. En iemand een handje kan helpen. Door een kleine moeite, dan waarom niet, toch? Ik ga zo eventjes naar de markt in mijn eentje. En ik ga wat sieraadjes halen. Ik heb altijd een vaste plek op de markt waar ik heen ga. En ik ben aan het praten tegen mijn camera en hij vindt het er heel grappig uitzien. Oh, is jouw auto? Oh. Hoezo ging hij af? Ik heb toch overgemaakt van binnen? Ja, maar je hebt het op slot gegooid. Ja, ja, na een minuut activeren op alarm. Oké. Moet je de markt zetten dan? Ja, doe maar. Ik ga nu lopen naar de markt. Ik ben er bijna, papa heeft me afgezet. En ik wil als eerste naar een sieradenwinkeltje gaan. Kijk, vorig jaar was ik hier ook. Toen had ik het ook gefilmd, maar je kan zien dat ze duizenden verschillende soorten hebben. En dat is echt heel leuk om te zien. Ah, they also give for them habi. So nice. It's only Punjabi, Gujarati and Rajasthan. But actually, yours tradition is this. Huh? Indian tradition. Actually, it's Indian tradition of yours. Even though we live there, we have our tradition still. You do, might be like Christmas, Diwali and... Yeah, for sure. Ze was dus aan het vertellen dat hoe je rakshabandhan hebt. En voor je broertje dus raakje bindt, dan heb je dit ook voor je schoonzus. Dus meisjes die binden dit ook voor hun schoonzus. En daarom heb je dus deze armband, die ook helemaal gedecoreerd is. Maar het is ook gewoon lekker super leuk om het gewoon normaal te dragen. Misschien ga ik er ook een paar halen. Ze is me aan het vertellen dat zij verplicht zijn een teenring te dragen, een bindia. Groene armbandjes en hun mangelsoetre als zij getrouwd zijn. Ik heb mijn raakjes gehaald. Ik ga even verder de markt in. Dat is wel heel mooi. Hallo. Hier is je skeletje. Uske, uske liedje. Ja, zei je. En
neem jullie uit. Ik ben bij mijn favoriete winkeltje. En ik ga wat dingetjes kopen. Oké, guys, we zijn thuis van het shoppen. Ik heb me omgekleed en ik ga snel mijn Zumba les. En ik heb een Zumba shirtje aan. Een sportbroek. En een vest om mijn middel gebonden. Zumba hall. Oké, ik ben net teruggekomen van Zumba les. Ik ben gedoucht. Zoals je kan zien, was helemaal nat van de zweet. Dus ik moest wel gaan douchen. Nu heb ik vandaag van het merk Himalaya een trio van gezichtsverzorging gekocht. Nou, de face wash en de scrub die heb ik al gebruikt in de douche. En ik wil deze even opdoen. Dit is de masker. Het is heel donker. Nou, ik ga dit aanbrengen op mijn gezicht. Ik heb best wel veel last van acne en onzuiverheden de laatste tijd. Een paar dagen geleden ben ik gestopt met alle skincare die ik ging gebruiken. En gebruik ik gewoon Zwitsal. Ik heb van alles en nog wat geprobeerd, maar het werd gewoon niet minder. En ik kan zeker wel zeggen dat mijn huid erop vooruit is gegaan. Want heel veel onzuiverheden en actief acne is gewoon weg. Vooral voor mijn voorhoofd. Ik zie eruit als die maan emoji. Oké, ik wil snel delen met jullie wat ik gekocht heb op de markt. Ik heb als eerste raakjes gekocht. En dat is dus voor Rakshabandhan. Habi raakjes. Zoals ik al eerder had verteld in de vlog toen ik op de markt was. Dan heb ik dit armbandje. En die had ik ook op de markt aan. Daarna ben ik de markt ingelopen. En heb ik schoentjes gezocht voor cute. En ze waren niet duur. Dit is de schoen. Ik heb hier 200 rupees voor betaald. Daarna ben ik dus naar een sieradenwinkeltje in de markt. Ik ga er elk jaar heen om mijn sieraadjes te halen. Ik heb ook wat sieraadjes gekocht voor mijn leerlingen. Ik heb wat bilia's gekocht. Haarklepjes. Deze zijn super cute. Een mooie oorbellen gevoel. Deze is echt prachtig. Ik laat jullie ze nu wel in de vlog zien. En ook nog een keer in een andere shoplog. Prachtige oorbellen zijn dit. Met roze details. Dan heb ik nog wat andere oorbelletjes gekocht. En een mooie set. Maar die laat ik wel voor de shoplog. Ik heb ook nog wat andere raakjes gekocht. Los. Omdat wij bij Rakshabandhan ook gewoon in ons gezin raakjes voor elkaar binden. En ja, ik hoop dat jullie mijn eerste vlog na een lange tijd wel leuk gevonden hebben. Als het goed is, staan de vlogs van New York nu ook op mijn YouTube kanaal. Dan hoop ik jullie te zien in de volgende vlog. Stay happy!